Vandaag krijgt Thomas deze afstandsbediening. Even mijn vans. Zal ik mijn play zetten? Ja, ga weer. Ga weer door. Pauze. 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 Hey. Ja, ja, ja. En pauze. Dit is heel erg. Ik zal lachen, we gaan het af. Hallo familie, mijn naam is Rutger. En mijn naam is Thomas. En welkom bij deze... Wil jij deze keer doen? Mag het? Oké, okay, ja. Komt-ie. Video! Wauw. Denk ik het goed? Femke Louise is shook. Ja, dat denk ik sowieso. Zullen we het anders gelijk maar vertellen? Ja. Echt? Nu al? 3, 2, 1. Wij worden vaat... Wij worden vaatwasmachine model! Dit was heel slecht. Echt? Ja. Leuk. We zijn gevraagd. Nee, dit heeft alles te maken met de challenge die we vandaag gaan doen. Namelijk de... Pauze challenge. Ik heb hier zoveel zin in. Want ik ga je zo keihard terugpakken. Oh, ik heb echt geen zin in. Vandaag krijgt Thomas deze afstandsbediening. Even maar vast. Waarmee hij mij op elk moment van de dag... Kijk, zo dus. Zal ik mijn play zetten? Ja, ga weer. Ga weer door. ...op pauze kan zetten. Zoals dit. Naast de pauzeknop heeft Thomas ook de on-demand knop. Dat is de knop waarmee hij zelf kan bepalen wat hij wil zien. Oh ja, natuurlijk. Met die knop kan hij mij op elk moment een opdracht geven. Oh, dit is leuk. Ik heb nu al ideeën. Als je zin hebt in deze video, laat het me eventjes weten. Geef de video een duimpje omhoog en laten we gewoon voor de... 15.000. Moet lukken. Druk even op het duimpje omhoog. En als je dan toch bezig bent, druk even op de rode abonneerknop onder deze. En een belletje om op de hoogte te blijven van elke nieuwe video. Dat is een goed idee. Nou, ik ben een wonder. Oh, dat was iemand die op het belletje drukte, ja. Denk ik. Heel goed gedaan. Normaal gesproken is pauze altijd heel erg chill, behalve in deze video. Maar ik ben heel erg benieuwd, hoe lang duurt jouw pauze tussen de middag? Laat het eventjes weten. We gaan beginnen. We schakelen over, druk op de knop. Dan gaan we naar onze avonturencamera. Alright, we hebben een heel groot probleem, want het is natuurlijk nu nog ochtend. En kijk, dit is onze koffievoorraad. Met eentje komen we niet zo heel erg ver, aangezien we met z'n tweeën zijn. Het lijkt mij een goed idee om eventjes de stad in te lopen en ergens een lekkere koffie te gaan scoren. Let's go. Goed, we staan in de lift. Ja. En ik heb de afstandsbediening. Ha, ik ben zo bang. Weet je nog, bij mijn video, toen heb je mij in de lift laten staan. Weet je, dat was echt heel zielig. Dat is niet meer origineel, dat doen we niet. Nee, dat vind ik ook helemaal niet origineel meer. En pauze. Nu krijg je hem keihard terug. Wat is dit? Doei! Dit is gewoon mijn ultieme kans om Rutger gewoon heel de dag terug te pakken. Maar let maar op, ik ga het erger nog maken. Wat moet ik nu? Ik sta nu in de lift. Bij de 20e verdieping. Ik mag niks. Ik ga weer ineens naar beneden. Kijk, ik heb daar eens op gedrukt. Ik ga naar beneden. Oh nee, heel erg. Volgens mij is er iemand anders bij ingestapt. Play! Zo awkward! Ik dacht al, volgens mij was er iemand ingestapt. Ja. Je stond wel iets anders, maar ik tel hem goed. We gaan door, we gaan de stad in. Inmiddels zijn we buiten en zijn we dus op jacht naar koffie. Want die was op. Ik wil eigenlijk naar de Starbucks. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja. Ik heb toch zo'n on-demand knopje hierop? Ja, zeker. Oké, ik wil hem eigenlijk denk ik nu eventjes gaan inzetten. Ik ga zo meteen op on-demand drukken. En dan wil ik eigenlijk dat jij heel overdreven gaat wijzen naar dit prachtige beeld dat hier naast me staat. Ik wil echt dat je duidelijk gaat zien dat je het echt geweldig vindt, dat beeld. Dit beeld? Ja, ik vind, ja, laat me even zien. Hoe geweldig vind je hem? Pauze! Ik laat hem gewoon staan nu. Kijk hoe mensen reageren. Dit wordt echt hilarisch, jongens. Kijk, hij staat er gewoon nog steeds. Kijk. Die mensen vragen zich echt af wat daar gebeurt. Zal ik hem gaan helpen? Van hem. Vind je de schoenen mooi? Die wil je ook meenemen. Ja, die schoenen staan er ook op. Ik vind de schoenen heel erg mooi. Maar ik ga hem even helpen. Ja. Play! Dit was zo awkward! Dit was veel te lang!
De vrouw begon me af te leiden, dus ik kon er niet op play drukken. Dus ik wilde je komen helpen, maar ze kwam even vertellen. Voor mij dacht ze dat je een baspop was of zo. Ik stond zo stil, ik heb tranen in mijn ogen van de wind. Nou, echt, die mensen om je heen keken je echt aan alsof je niet goed was. Het was echt zo erg. Hoe gaat het met jou? Kom, we gaan gauw weg hier. Er zeiden dus mensen net om me heen, ik denk dat hij een selfie aan het maken was, maar dat het niet helemaal lukte. Het was zo awkward. Ik ging echt stuk, maar ik voelde de pijn gewoon. Het duurde veel te lang. Ik heb echt koffie nodig. Wat wil jij hebben? Wat doe jij? Een grande cappuccino. Voor mij ook, maar dan met sojamelk. Spannend hè, bestellen. Als je een menu op pauze zet. Oké, pauze. Sorry. Nee. Mag ik een grande cappuccino? Pauze. Jij doet mee play. Roger. Sorry hiervoor. Ik zal je hier verder even met rust laten. Want dit was wel echt een heftig begin al van deze challenge. Heerlijk, hier was ik eventjes aan toe. Het is echt serieus een hele mooie dag. Ik vind het echt leuk. Het wordt een beetje lenteachtig. Alleen deze donkere wolk hier naast mij. Om weer. Ja, met je afstandsbediening. Waarom noem je me altijd het zonnetje in huis? Ja, maar oh, ik ben bang. Elke keer. Pauze. Auw. Is het heet? Maar dit is heel heet. Play. Ik wil dat deze dag voorbij is. Dat wil je niet een beeld in Madame Tussauds? Ja, normaal gesproken zou ik zeggen... Pauze. Oh, mooi. Oh, tuurlijk. Ik ben alleen aan het vloggen. Is dat goed? Willen jullie een foto met Rutger? Ja. Van Play. Okay. Doe de pauze challenge. Meestal als wij de stad in gaan, dan gaan we even naar de... Bijenkorf, Mediamarkt en zo. Wacht even, jij blijft even pauze. Staan. Play. En pauze. Dit is heel erg. Waarom gaat het af? Play. Sorry. Pauze. En terugspoelen. En pauze. Ik moet zelfs een alarm afgaan, dit kon echt niet. Oh, wil je een foto maken? Oké, pauze. Hoi. Hoi. Ik heb het een beetje raar vandaag wel. Nee. Oké, kom, maak een foto. Rut, zullen we anders naar huis gaan? Graag. Oh, weg hier. Dit is echt de meest gênante rondje stad ooit geweest, volgens mij. We zijn weer thuis, althans, voor heel eventjes. We hebben even gegeten, omgekleed. En ja, je hoort het al, we gaan sporten. Thomas heeft me net niet op pauze gezet. Dus de... Dus de batterij van de afstandsbediening is denk ik weer helemaal opgeladen. Ik vrees het ergst in de sportschool. Daar gaan we. Ik heb een rode neus. Nou goed. Het is weer tijd voor de TV on demand knop. Oh. Ik ga je een opdracht geven. We gaan zo bij de sportschool naar binnen. Maar ik wil dat jij op slow motion naar binnen gaat. Dus nee. Ik ga een klein beetje terugspoelen. En vanaf de ingang ga jij op slow motion. Succes. Actie. Heel goed, hij gaat weer op play hoor. We zijn in de sportschool. Het was best wel awkward om... Wacht even, hij zit op de wc. Pauze! Wat? Nou! Het was gewoon door, heel raar. Rut, ga je lekker? Ja. Ik denk dat het een mooi moment is om weer eventjes op pauze te gaan zetten. Nee. We spoelen hem eerst door. Oké, we spoelen hem eerst eens door en doorspoelen. Sneller, ja. Goed zo. En pauze. Dan hou je dit vol. Oh. Nou, we kunnen nog wel even denken hoor. En play. Dit is zo leuk om te doen. Ik wil het gewoon elke dag dit ding bij me hebben. Dit is echt heerlijk. Gaat het? Nee. Mijn schouders zijn nu helemaal kapot. Bedankt. Ik heb al heel lang getraind. Oh, 4-5 minuten. Oké, we gaan naar huis. Goed gedaan. Yeah. Rutger is op dit moment aan het douchen. En ik dacht, hoe grappig is het als ik nu naar de kraan loop bij de douche. Want als ik die kraan open doe, dan wordt de straal van de douche ijs en ijskoud. Dat is al eerder per ongeluk gebeurd. Maar ik ga het nu ook per ongeluk even doen. Ben je lekker aan het douchen? Ja. Grafje, sorry. Ik moet deze afstandsbediening weer erbij pakken, want het is weer om.
demand time. Ik zei tijd. Kijk, jij hebt cola in je hand. Ja. En ik wil eigenlijk tijdens het tv kijken wel een glaasje jus d'orange. Dus pak een glas jus d'orange voor mij. Play! Oké. Dit is zo chill. Ook deze afstand verdien ik mij elke dag. Nou, schiet op, ik heb dorst. Ja. Dit wordt zo leuk. Ik heb al een vermoeden. Ik denk dat ik even hier zit staan. Nou, schenk in, ik heb dorst. Oh nee, hè? Oké, okay. Ja, doe weg. En pauze! Ja, 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 en play! Dit is echt heel erg. Ik ben helemaal nat! Nieuwe tuinpak. Maar daar is een tuinpak voor. Nou, kom maar halen. Nee, je moet hem komen brengen. Oh. Dit is echt een zooi. Nou, geef die maar aan mij en mag ik gaan opruimen. Yeah. Play. Lukt het? Nou, als de poester is aan het werk hoor. Nou, je hebt het zelf gedaan. Ja, wist sowieso dat je dit ging doen. Echt. Ik zit hier ondertussen heel chill. Ik zit daar links nog een beetje. Zal ik je brief kan verschrikken? Ja, graag. Die heb je nog niet eens. Graag wel een schoon glas aan de buitenkant. Dom, 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 dom. Thomas zit al in de auto. Ik ben weer even teruggegaan om de camera en de afstandsbediening te pakken. We gaan gezellig bij mijn ouders eten. Ik hoop dat ik een beetje met rust word gelaten. Tadaa! Ben je blij? Ja. Hallo. En pauze. Verder. Hallo, wat ben je versteld? 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 Mooi, daar gaat hij. Petje? Play! Oh. Ik werd op pauze gezet. En kan je hem versneld? Ja. Vertraagd? Ik kan hem laten versnellen, let op. Sneller. Oh, dan gaat het ik wel op play. En weer terug. Nee, het is andersom vandaag. Gaby, ik ga jou afstandsbediening geven. Dus jij mag vanaf nu Rutger besturen. Vind je dat leuk? Oh. Gaan we eens even kijken. Ik ga dus on demand. Wat? Jij gaat daar eventjes wat spelen voor mij. En dan doe ik hem op play. Ik ben heel benieuwd. Doe het. Dat heb ik echt jaren niet gedaan. Dus play. Oh, druk hem op. Nou, kom op. Ja, doe het proberen. Uit. Ik ben nog maar alleen, maar mijn Sammy is verraderlijk. Ja, mijn Sammy is verraderlijk. Ja, mijn Sammy is verraderlijk. Oh, ik had het al afgesloten. En we zijn pauze. Weer... We zijn weer thuis. En ik wil eventjes zeggen dat ik het heerlijk vond om vandaag... Pauze nog steeds. Heel jouw dag te bepalen. En dat ik je eindelijk kon terugpakken, want dit heb je natuurlijk ook bij mij gedaan. Dus doe gelijk eventjes een shout-out naar mezelf. Afgelopen week heeft Rutger ook mijn dag bepaald en mij heel de dag op pauze gezet. En enorm veel gek gezet. Wil je dat zien? Er staat een linkje gewoon hier in de beschrijving. En er komt nu een linkje ook nog in beeld. En ja, als je niet geabonneerd bent, doe het gelijk ook eventjes. Ook op Rut natuurlijk. En wacht, nee, nu mag jij weer praten. Hè? Nou, dat wilde ik eigenlijk ook zeggen, maar lief. Dat je dat voor jezelf hebt gedaan. Ik hoop in ieder geval dat jullie dit een hele toffe video vonden. Als dat zo is, laat het ons even weten. Doe dat duimpje omhoog. Vergeet het niet te abonneren. Volgende week ben ik er gewoon natuurlijk weer met een nieuwe video. Op donderdag om 4 uur 's middags. Maar tot die tijd... Stay fabulous! Stay fabulous! Nu zet ik jullie op pauze.